80 jaar. Dat wordt op tv gevierd met De Nacht van Sonja. Die bestaat uit een documentaire en 3 oude afleveringen van haar programma's. Vaak te gast bij Sonja, Adelheid Rozen, bijvoorbeeld in 1995. Ik wil even niet gewoon meteen zo'n woord van de tafel. Er is helemaal niks ingewikkeld aan. Maar het schiet niet op. En ik wil wel even dat het op komt. Kan ik dit overnemen, dit programma eigenlijk? Nou, het gaat weer lekker. Daar zitten. Zo heb ik mijn zwembad ook niet gekregen. Ik bedoel, niet je er doorheen koketteren nu, hè? Vragen stellen. Vragen. Ja, kom op. Oh, heerlijk. Oh. Dit was totaal niet geschript. Dit liep helemaal uit de hand. Dit ging nog minutenlang door. Mensen kunnen het zo terugzoeken. Wat gebeurde er aan die tafel? Wat was het? Was het lichte ergernis of was het... Nee, het was totaal ongescript, ja. Dat was in die tijd gewoon nog helemaal... improvisatie bestond eigenlijk. Ik weet het niet, het is gewoon zoals wij groot groeiden. Maar het was wel veel wilder aan de tafels. Dat herinner ik me wel. Maar was Boeg bijvoorbeeld een vriend van jou? Of las je hem wel eens? Nee, tegen? Want het lijkt alsof jij denkt van morgen zie ik je weer op de koffie. En dan... Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee, het was... Eigenlijk was het... ik denk dat het in ieder geval vanuit mij was het een soort jonge zus, helemaal ongevraagd. Hè? Want Sonja heeft hier nooit iets over gezegd. Zo. Maar het was vanuit mij een soort ongevraagde, rebelse, jonge zus... explosie of gewoon de interruptie. Bij haar. Ja, omdat ik dacht, zit hij niet zo te sarren? Dus ik vond dat Buug vanaf een soort beschouwelijkheid naar die tafel kijkt. Misschien ook wel dat we met 4 vrouwen waren, ik weet het niet. Maar dat hij op een eigenlijk niet in contact ging, weet je, niet in die dialoog ging. En dan de hele tijd zo beschouwend... Even los van zijn rol, jij komt ook echt zo niet to the point. Ja. Is het waar? We gaan nog even kijken. Je weet toch ongeveer wat je gaat doen op die planken? Ja. Ga je zingen of ga je een tekstje uit je hoofd geleerd hebben? Ja, maar ik wil goed. Dan doe ik het lekker snel. Ik vind gewoon dat je niet uitleg hoeft te geven aan wat je over de 30 december gaat doen. En we dat zitten vind hier ik dus dat je dat wel. Dat heb ik gewoon niet. Nee, maar je moet toch mensen naar het theater trekken? Ik wil toch antwoord. Houd dan even je botte harses, Buug. Ja, Buug. Schrijf in die nare stukjes morgen weer van dat gevilijnige zever. Je vraagt iets antwoord. Nou, dat stukje, dat komt zeker, Nou, houd je kat en komt dan even dicht. Ja, dan krijgen we... Kom op. Leg even uit wat je gaat doen. We verzorgen jou vanuit weer 500 piek, zeg. Krijg de tyfus. Oei, oei, oei. Dat filijnig stukje van... Dat filijnig stukje van... Dat is er gekomen. Maar jij zei net... Sonja heeft er eigenlijk nooit meer iets over gezegd. Wat zei je? Jij zei net, Sonja heeft er eigenlijk nooit meer iets over gezegd. Ik zou denken, dan heb je de rest van de avond met elkaar na afloop over staan praten. Oh ja, nee, daarna zeker. En het was ook ontzettend lief, want zij heeft een ontzettende... lieve man ook. En die was in de foyer. En die kwam daarna naar ons toe. En die legde zo op allebei, weet je wel, zo. Die was zo lief. Ik ga even iets voor jullie te drinken halen. Weet je wel, zo lief. Ja. Maar ik bedoelde, het was een soort jongens... een totaal ongevraagde jonge zussenbeweging van mij. Ik werd gewoon, denk ik... Was je verliefd op Sonja? Ja. Ja, dat is... Brian, ik zie je ook net heel hard lachen. Keek jij naar Sonja toen je... Ik moest verplicht Sonja Barend thuis kijken. Ja? Jij moest kijken? Ja, we hadden maar 1 televisie. En mijn moeder, die kijkt vaak naar Sonja Barend, absoluut. Ja. En wat herinner je hier? Nou, niet veel. Ik zei het net al, de korte kapsel. Dat heb ik nog herinnerd, maar de rest niet veel. Je hebt alleen haar kapsel onthouden? Ja. Ja, heel raar eigenlijk, maar... Ja. Kun je iets vertellen, Adelheid? Want dat was in die tijd dat, namelijk, dat we nog 2 netten hadden, inderdaad. Dat was niet zo heel veel keuze. Nederland 1, Nederland 2, dat was it. Ja, Sonja was in bepaalde zin ook polariserend. Er waren mensen, gezinnen waar ze zeiden, dus iedereen Sonja Barend kijken, zoals bij Brian. Er waren ook gezinnen die zeiden, de linkse gepraat, dat moeten we niet hebben, hoor. Wat was de impact, waar ging het in de dagen daarna over... als je zoveel kijkers hebt met zulke controversiële onderwerpen? Wow, daar ben ik me eigenlijk helemaal niet bewust.
Na zo'n uitzending als deze, word je dan vervolgens ben je dan de dag daarna nog de hele dag daarmee bezig? Omdat iedereen zegt, goh, bij Sonja. Ik krijg allemaal vakken natuurlijk. Vakken. Ja, je had, ja. Dan ben ik het vergeten. Je had een radioprogramma waar gasten mochten klagen. Oh, daar ben ik heel veel geweest. Ja, echt. Maar ook door de nachtshow zelf. Maar ook door dit soort dingen. En ik weet dat er op, volgens mij na deze bij een roddelblad... De foto van Sonja en de foto van mij met een scheur. Ja, ja. Ik had zo'n scheur getekend. En dan Vara Scheuring. Ja. Zo, door dit. Alsof jullie vijanden waren geworden. Ja, totaal. Want ik was verliefd. Precies. Ja. Je hebt het helemaal goed. Mevrouw Krielaars, keek u naar Sonja Barend? Ja. En wat vond u ervan? Ja, ik vond het een interessant programma. Ja. Was het ook een rood nest waar u uitkwam en wat u zelf vormde? Of had het daar niets mee te maken? Een rood PvdA-nest bijvoorbeeld? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, de bewondering in de stem. Ja, ja, ja. 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 Adelheid, ja? Oh, sorry, nee. Nee, de vragen. Nee. De grap was, wij zaten over te mijmeren natuurlijk over hoe mooi dat allemaal was. En toen kwamen we tot de ontdekking dat jij en Sonja eigenlijk al een stukje teruggingen met elkaar. In een programma waarin jij optrad, maar zij ook een gastrol had. Vara's Nachtshow. Nee, wij waren de makers van de Nachtshow. Ja. Ja, en daar was zij de allerliefste buurvrouw. Want wij zaten in de redactieruimte naast haar. En daar ben ik eigenlijk verliefd op haar gegaan. En daar heb je haar gewoon gevraagd voor deze gastrol? Ja. Ja. Ik zal het u even uitleggen. Ze wil graag als een soort weesmeisje doorgezaagd worden. We hebben een vrijwilliger of een vrijwilligster nodig uit de zaal die dat wil doen. Ik zie al een vrijwilligster. Dames en heren, een applaus voor deze vrijwilligster. Nee, die haat mij, jongens. Ja, waarom dit niet meer gemaakt wordt, weten we allemaal. Maar dan waren ze dus buur, dus je hebt eindeloos met haar opgetrokken. We hadden het net al even over het opzienbarende van Sonja was natuurlijk dat zij alle taboes durfde te bespreken. Er was niks te gek en ze had ook wel een soort zendingsdrang. We gaan het straks met jullie hebben over racisme in de voetbalsport. Als je soms fragmenten daarvan ziet, dan denk je het zal toch niet waar zijn. Maar het is natuurlijk al eindeloos lang dat speelt. Sonja maakte daar ook al eerder een uitzending over. En dat ging toen over een vader die te maken kreeg met de donkere vriend van zijn dochter. Oh, ja. Ja, ik was gewoon perplex dat ze met de zwarte thuis kwam. Dat had ik nooit en nooit verwacht. Ik heb 3 dochters. Zij, het is de jongste en ze kwam thuis met de zwarte. En wat deed dus je toen? Ik heb niks gezegd, helemaal niet. En hij heeft een tijdje op de bank gezeten in huis. En op een gegeven moment, misschien heb je 1,5 uur gezeten. We hebben geen stom woord tegen hem gezegd. En hij niets tegen ons. En op een gegeven moment zit, ja, die jongen was ook doodzenuwachtig natuurlijk. Ja. Trillen over zijn hele lichaam. Hij was gewoon wit op zijn neus. Ja. Van de zenuwen. Ja. Dus op een gegeven moment zit hij, nou, ik ga maar weer eens. Mevrouw zegt, ja, zal ik maar doen. Ja, dit gaat natuurlijk nog door. En uiteindelijk, ze zitten er samen. Dus het is een goede relatie geworden. Wat denk je als je dit ziet, Antwille? Ik ben perplex eigenlijk. Ik ook. Ja. 83 is dit. Ongelooflijk, ja. Ja. Wat raak je het meest? Elke keer dat zwarte. Ja. Dat. Of is het de onbeschaamdheid waarmee de man het vertelt, alsof hij... Nou, ik merk ik zie aan die meneer dat hij het niet zo... Beleefd als dat het eruit komt. Dus, maar dat het is, ja, poeh. Ik vind het pittig. Ryan? Ja. Ja, speechless. Ja. Maar net wat je terecht zegt, en ik denk niet dat, hoe je het zo benoemt, ik denk niet dat hij het racistisch benoemt. Nee. Dit hoor je vaak. Ja, het is wel zo, want ik denk, als hij echt een racist was geweest, dan had hij hem nooit binnengelaten. Maar dat hij het onbeschaamd zo benoemt, dat zwarte, dat... Nou ja, en daarmee alles wat daar soort samenhangt voor hem, hè, dat hij dus denkt, daar staat iemand op de stoep waar ik... Alsof het een totaal ander iemand is. Hij is gewoon echt flabbergasted. Ja. Hij is een zwarte die... Zijn dochter gaat met de zwarte en binnen. Ik heb 1,5 uur niks gezegd. En wit op zijn neus. En dus nogmaals, ik denk dat hij het niet eens zo
bedoeld als dat het eruit komt. Nee. Dus... Was ik geen kwaad bewust? Nee, eigenlijk nee. Maar dat is misschien nog wel erger. Dat is denk ik wel erger. Ja. Maar ja, ik ben in shock, maar ik heb ook zoiets van, ja, hij is ontwetend. Onwetend. Ja. Dus, ja. Maar Adelheid, was dit niet ook precies de kracht van Sonja? Dat dit juist wel vertoond werd. Namelijk, dit gebeurde gewoon in de maatschappij. Het gebeurt nog steeds in de maatschappij. Nou, maar zij liet het... Ja, maar het slotje is eraf, hè? En ja. Die meneer die... Ja, dat zei ik net. Het komt helemaal goed, hè? Maar even terug naar de kracht van Sonja. Ja. Dit is wel wat zij vrijwel wekelijks aan wist te tikken. Dit soort gevoeligheden die wel daardoor ook bespreekbaar werden. Juist omdat het zo... Ja, meesterlijk. In het gezicht gekeken. Meesterlijk. Ja. Ik vind haar echt meesterlijk. Maar ja. Zij dat zie je vandaag de dag. Zij zat soms volkomen relaxed in gesprek met 10 mensen tegelijk. Gewoon 10. Ja. Nou, dat hebben wij ook wel eens aan deze tafel. Maar Sonja was toch wel. Ik bedoel niet in de. Nee, je bedoelt de verschillende kleuren aan tafel of de verschillende ideeën. Bedoel je dat? Ja, maar ook werkelijk. Er is een. Dat weten jullie natuurlijk gewoon van je eigen keukentafel. Maar je voelt nu bij talkshowtafels. Je voelt in de energie toch wanneer je mag gaan en wanneer niet. Ja, dat want mensen zijn daar ook veel, veel bescheidener nu. Hè. Die denken van, ik wacht mijn beurt af. Maar dat moet je een afspraak. Jij moet toch de talkshows op vandaag tergend saai ook op sommige momenten vinden. Als jij dit hebt meegemaakt. Maar als je dit hebt meegemaakt, dan... Ja, maar dat was bij haar. Ja. Dat was Sonja. Ja, dat was echt Sonja. Ja. Maar zij wist alles, zij las alles. Dus zij was volkomen prepared. Dan de hele tijd in haar eentje. Ja. Ik bedoel, met de improvisatie van 10 mensen. Ja. Want je ging er nog iemand erachter. Oh, die meneer ook nog. Daar was ze op zich op voorbereid, maar het waren wel 10 mensen. Ja. En zij zat gewoon, die en dat, combineerde het al. En zij heeft echt wel mensen voor het eerst aan het woord gelaten. Ja. En morgen? Burgers. Morgen. Wordt ze 80. En weer een schrikkeljaar. Dus morgen is ze echt jarig. En morgen wordt de documentaire over Sonja uitgezonden. Die is natuurlijk gemaakt. Morgen nacht om 11:55, als ze net niet meer jarig is, op NPO 1. Dankjewel, Adelheid, dat je er in het zonnetje hebt. Oh, ja, Sonja. Straks praten we met de oud-profvoetballers André Slory en Brian Tevreden over racisme op het voetbalveld.